Nou, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Vanavond weer een heel mooi thema op ons programma. Een soort van verlanglijstje van mij al anderhalf jaar om dit een keer te gaan doen. En vanavond is het eindelijk zover. Dus ook blij dat ik vanavond het aan elkaar mag praten in plaats van Pim, die er helaas niet is vanavond. Ik ga er niet te veel over zeggen. Ik ga vooral de sprekers aan het woord laten. We hebben vandaag drie echt superleuke sprekers, vind ik zelf. Elger gaat daar beginnen. Daarna gaat Barbara wat vertellen. En Marvin, ik ga niet vertellen wat ze gaan vertellen. Want het is veel leuker als ze dat zelf doen. Heb je vragen dan het liefst nadat zij hun praatje hebben gehouden? Dan hebben we, iets makkelijker een gesprek te voeren met elkaar. En voor de rest huishoudelijk, blijf vooral straks even napraten met ons. Onder het genot van een biertje, om ook eventueel andere vragen nog even aan de sprekers te stellen. En voor de rest, mij eigenlijk jullie heel veel plezier te wensen vanavond. Elger, welkom. Iemand gaan lopen, dus sorry daarvoor. Hoi. Ik ben Elger, ik ben 33. Ik woon in Utrecht, maar zoals je misschien kunt horen wel een zachte G, geboren in het prachtige Den Bosch. Carrière begonnen bij de NOS op mijn 20ste, heb ik 8 jaar gewerkt. Onder andere op de online redactie, NOS 3, jongere redactie, daar ook radio gemaakt. Uiteindelijk product owner geweest van NOS.nl, innovatielab opgezet binnen de NOS. Om toen chief content te worden bij OKGo, creatief studio en online uitgever. Aantal sites onder me gehad, maar ook daar podcasting opgezet. Sinds een jaar of twee ruim ben ik freelancer. Onder andere op gebied van digitale ontwikkeling in de media. Ik help mediaorganisaties en ook op gebied van podcasting. Ik maak ook radio. Dat is hier. Dat doe ik hier in Eindhoven. Ik ben zendermanager van Glow FM, lokale jongerenomroep hier. Waar ik ook een programma presenteer. En daarnaast maak ik dus een podcast. Een van de podcasts die ik maak is Trust Nobody. Dat doe ik met Mark, die komt uit Eindhoven. Nelleke is mijn vriendin. En wij praten voor een luisteraar 15.000 wekelijks over Wie is de Mol. Daar kijken 4 miljoen mensen naar, dus ik zie nog een bepaalde groeimogelijkheid. Maar ik mag zeker blij zijn met 15.000 luisteraars voor een podcast over een televisieprogramma. Dat ben ik. Ik wil het met jullie gaan hebben over podcasting, dus laten we snel beginnen. En altijd goed om even te vragen, ook voor de rest van de sprekers, het een beetje wat we hebben. Wie luistert er hier naar podcast? Oké, wie niet? Waarom niet? Gaat na vandaag gebeuren. Wie luistert er hier wel dagelijks naar podcast? Dagelijks minstens een uur. Kijk, dat hebben we echt de diehards te pakken. Leuk om te zien dat er heel veel luisteraars in het publiek zitten. Ik zal daar nog even op de statistieken ingaan over het luistergedrag. En in de presentatie volgens mij straks nog wat meer uitdieping over wie zijn nou luisteraars van podcast. Maar eerst een stukje geschiedenis. Podcasting is eigenlijk al heel oud. Het is heel oud, in internetgeschiedenis term heel oud. Gebaseerd op een technologie die in 1997 is bedacht. Namelijk de RSS-feed. Wie is er niet bekend met het fenomeen RSS-feed? Iedereen wel. Dave Weiner heeft de RSS-feed ooit bedacht in 1997, zodat je kon abonneren op content. En deze man, u wel bekend, Adam Curry, was in begin deze eeuw, het zal rond 2003, 2004 zijn geweest, zo slim te zeggen, kunnen we niet in die RSS-feed ook audio-linkjes gaan stoppen? Dat we gewoon een extra elementje aan die RSS-feed toevoegen met audio. En dan maken we een app die haalt uit dat elementje de URL, de link, en die download die audio, zodat je hem op je iPod kon zetten. Dat was de tijd dat de iPod opkwam. Podcasting was geboren, officieel, door een Britse journalist die in 2004 de naam podcasting voor het eerst een artikel schreef. Die mag die naam officieel weer op zijn naam zetten. En podcasting is, voor degenen die het niet weten, een samenvoeging van broadcasting en podcasting, de pot van iPod. Het was letterlijk in het begin de tijd dat je het op de iPod luisterde. 10 jaar later gebeurde dit. Ik weet niet of iemand dit herkent. Serial hoor ik. Serial zeggen. Serial. Serial is
in de podcastgeschiedenis toch wel de podcast die ervoor zorgde dat het medium eigenlijk echt doorbrak. Want in 2004 gebeurde er van alles. Ik heb zelf ook in 2005 een podcast gehad voor 100 luisteraars. Hartstikke leuk, heel veel podcasts voor 100 luisteraars. Maar het brak niet echt door. En in 2014 opeens wel, toen er een serie werd gemaakt over true crime. Ook op tv natuurlijk altijd erg populair. Op Netflix verschillende documentaires gehad, maar ook in podcastvorm. Serial, zeker het eerste seizoen, daarna werd het eigenlijk iets minder. Was echt een moment dat opeens dacht, wow, je kan echt hele mooie productie in audio maken. Mensen gingen het luisteren en er kwam opeens ook geld los om dat te gaan doen. Kijken we nu naar podcasting, zien we dat er wereldwijd steeds meer wordt geluisterd en dat Nederland eigenlijk een beetje onderaan bungelt. 21% van de Nederlanders, wel een groei van 3% 2019 ten opzichte van 2018, zegt naar podcasting te luisteren, blijkt uit het Digital News Report, groot internationaal onderzoek van Reuters. Maar kijk bijvoorbeeld naar Amerika, 1 op de 3 mensen geeft aan podcast te luisteren. Zweden, hier vlakbij eigenlijk, net zo groot. En in Korea weet ik niet wat er gebeurt, maar mensen doen daar blijkbaar niks anders dan podcast luisteren. Misschien heeft iemand dit artikel langs zien komen vorige week. 5 miljoen Nederlanders luisteren naar podcast. Nu kunnen we even een rekensommetje proberen, maar 21% van, laten we 17 miljoen of zo zeggen, dan zitten we aan. Nog geen 4 miljoen en hier zijn het opeens 5 miljoen mensen. Dat is een hele leuke kop, ik ben erin gedoken. Uiteindelijk is het een heel grote groep die zegt, ik heb wel eens ooit een keer een podcast geluisterd. Maar 14% van de mensen zei 1 keer per maand of vaker te luisteren. En 14% is dan juist weer veel lager dan die 21%. Conclusie, er ongeveer 1 op de 6, 1 op de 5 Nederlanders, altijd moeilijk dat ze het onderzoeken, luistert mis 1 keer per maand naar podcast. Daarmee is het volgens mij geen niche medium meer. Waarom luisteren mensen nu wel naar podcast en niet in 2004 toen het begon? Hij heeft eigenlijk een aantal oorzaken, in mijn ogen 3 dingen. 1, heel simpel, de techniek. Podcasting is begonnen in deze tijd. Wie heeft er eentje gehad, een iPod? Heel veel mensen, denk ik. Maar het was wel een tijd dat je die iPod via een kabel aan je computer hing. Daar stond een MP3 op en dan moest je wachten tot die met iTunes was gesynchroniseerd. En dan had je muziek in je broekzak, een harde schijf vol muziek. Nou, dat was revolutionair in die tijd. Nu denken we streamen toch alles, maar 15 jaar geleden was dit revolutionair. Maar bij podcast was het eigenlijk nog ingewikkelder. Je moest een programma hebben wat die RSS-feeds checkte of een nieuwe aflevering maakte. Die moest dan gedownload worden, die moest worden geïmporteerd in iTunes. Ik weet niet of jullie er nog zijn. En dan moest je dat weer synchroniseren. Dus je moest eigenlijk je computer aan laten staan, 's nachts, zodat je 's ochtends je iPod kon inpluggen en dan kon je met je nieuwe podcast op pad. Nou, ik deed dat, daadwerkelijk. Ik was een van de weinigen. Mijn moeder denk ik niet dat het gelukt was, zullen we maar zeggen. Nu hebben we deze. Die iPhone. Iedereen heeft een dataverbinding waardoor je gewoon MP3's kan downloaden. Iedereen heeft er apps op. Dus podcasten is technisch veel makkelijker geworden. Dat is 1 van de 3 redenen, daar was ik mee bezig, dat het podcast zoveel winst heeft geboekt de afgelopen jaar. Het tweede heeft te maken met het mooie woord mediaconsumptie, een van mijn favoriete woorden. Als je kijkt naar hoe de wereld nu is, dan zie je buiten ongeveer dit. Ik denk dat het een redelijk goede samenvatting is van op de fiets tot in het openbaar vervoer. Iets wat echt ook wel begonnen is in 2004 met die iPod natuurlijk. Dat mensen in het openbaar muziek gingen luisteren. Ik was wel zo'n tiener die een hele grote Discman in zo'n veel te wijde broek had. Maar heel veel mensen niet. Misschien zijn er nog wel mensen hier die met een Walkman altijd opliepen. Maar het is veel gewoner geworden om onderweg naar dingen te luisteren. Tweede ding is, het is veel gewoner geworden om dingen te streamen en on-demand te luisteren. Spotify, ik had het er net al over, is nu de manier waarop iedereen eigenlijk muziek luistert. We zijn gewoon gewend om een app te openen, op play te drukken, ons telefoon weer weg te stoppen en op onze koptelefoon, earpods, hoe je het allemaal wil noemen, te luisteren naar iets leuks. We zijn ook gewend geraakt om on-demand media te consumeren. Netflix heeft deels de weg vrijgebaand voor podcasting. Namelijk dat je op een serie abonneert die je in afleveringen gaat luisteren. Dat je niet meer iets aanzet wat live uitzendt, de radio of tv. Doen we natuurlijk ook nog steeds en zullen we ook blijven doen. Maar er is iets naast gekomen om on-demand te gaan kijken of luisteren. En het laatste ding is, vind ik een hele mooie foto dit. Je ziet op de beam nu niet dat het in bed is, maar ik denk dat iedereen het herkent dat je iets te veel aan een scherm vastzit, tenminste ik wel. Het is soms heel lekker om niet met een scherm bezig te zijn.
En het enige medium dat je kan consumeren zonder met een scherm bezig te zijn, is audio. Het mooie aan podcasting is, je pakt je telefoon, je opent de app, je drukt op play en je kan een uur lang, als de podcast van een uur is, die telefoon wegleggen en luisteren. Dat biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld te luisteren terwijl je er was een fout of terwijl je op de fiets zit of waar dan ook. Nummer 3 is het aanbod. Ja, dat is altijd een beetje kip-ei verhaal. Heb je nou eerst goed aanbod nodig of eerst luisteraars en wat is nou eerder, et cetera. In ieder geval de laatste jaren is het aanbod gegroeid. Begon eigenlijk met Serial. Je ziet hele grote mediapartijen, zeker internationaal, investeren in podcasting. Mooi voorbeeld, en eigenlijk het schoolvoorbeeld, is de New York Times, The Daily. Dagelijkse nieuwspodcast, 20 minuten, één verhaal, wat ze helemaal uitdiepen. Heeft inmiddels, in nou, ongeveer 3 jaar dat ze bezig zijn, 1 miljard downloads gehaald. Wel over een aflevering of 250, dus dan kun je even, nee, 250, 750. Dus dat zit wel een... Een verdeling in natuurlijk, maar toch, heel veel luisteraars. Wat er bij de New York Times is gebeurd, is heel bijzonder eigenlijk. Bij de New York Times was, ondanks dat die hele krant digitaal ging, waren journalisten aan het vechten om op de voorpagina te komen. Dat is als journalist wat je wil, je hebt een verhaal dat moet op de voorpagina. Toen kwam The Daily, een podcast van 20 minuten, waarin je als journalist 20 minuten over je verhaal kan praten. Nu zijn journalisten soms een heel klein beetje arrogant. Dus als ze de kans krijgen om voor een miljoenen publiek 20 minuten te praten, wordt het opeens een stuk interessanter dan een paar letters op de voorpagina van een krant. Dus binnen de New York Times is nu de concurrentiestrijd tussen de journalisten om een verhaal te maken wat in de Daily komt. Wat digitaal, online, apps nooit lukte, is podcasting wel gelukt, is dat papier eigenlijk een beetje naar de achtergrond drukken binnen dat bedrijf. Wat voor een krantenuitgever vrij fijn is, want ze willen uiteindelijk natuurlijk wel een keer van dat papier af. Nu steeds minder mensen dat gebruiken. Ook in Nederland zie je steeds meer mooi aanbod. Ik denk een heel mooi voorbeeld van afgelopen jaar is De Brand in het Landhuis. Een podcast over een landhuis hier niet zo heel ver vandaan, namelijk in Vught. Zionsburg. Er is brand geweest, daar is de eigenaar omgekomen. Wat is nou het verhaal? Wat is gebeurd met de kunst die in het landhuis stond? Dat verhaal wordt verteld in De Brand in het Landhuis. Een documentaire serie die door de NPO is gemaakt met publieke middelen. Om de simpele reden dat het commercieel echt lastig is in Nederland nog om dat soort series te maken. Dat in Amerika al wel kan. Maar wel een belangrijke stap in het podcast aanbod. Heel kort misschien goed om iets te zeggen over soorten podcasts voordat ik verder ga. Daar kun je ook over discussiëren, wat is nou een podcast? Überhaupt, als je een radioprogramma in een RSS-feed stopt, is het dan een podcast of niet? Ik vind dat nooit zo'n interessante discussie. Podcast is audio on demand waar je op kan abonneren. Dat is gewoon wat het is. Als je kijkt naar podcasts, zie je wel eigenlijk dat er 3 soorten zijn. Los van dat soms in fictie en non-fictie kan. Maar je hebt zeg maar echt een verhalende podcast. Dus of een documentaire of een fictieverhaal. Bijna een hoorspel, maar dan in misschien een iets modernere vorm. Je hebt interviewpodcast, waarin gewoon wordt geïnterviewd. Dat kan heel erg gewoon een gesprek zijn, maar kan ook meer gemonteerd zijn. Zoals The Daily, die ik net noemde, dat doet. En je hebt als een soort derde soort heb je de praatpodcast. Ik zeg altijd maar, zet 3 vrienden om een tafel, geef ze een onderwerp en je hebt een podcast. Of die goed is, is dan een tweede. Dat is een beetje wat het aanbod is. Daar kun je natuurlijk allerlei dingen op differentiëren, kunnen dingen bij. Maar dat is een beetje de basis van podcasts nu. Zijn interviews, gesprekken en echt mooi gemaakte verhalen / documentaires. Als je kijkt naar het luistergedrag van mensen, ik had het daar eerder al over, dan luisteren mensen bijvoorbeeld onderweg. Op het werk, jawel. Ik weet bijvoorbeeld dat designers, die hoeven niet zoveel met taal te doen, niet zoveel te lezen, maar zijn vooral lekker aan het designen. Die kunnen gewoon tijdens het werk de hele dag naar podcast luisteren. Ik wou dat ik designer was, want ik kan het niet. Maar ook gewoon thuis. En thuis, mijn vriendin loopt heel lach met die kutoortje en dan heb ik het niet doorgaan. Dan vertel ik een verhaal en dan luistert ze niet. Maar thuis super populair. Tijdens het koken doe ik altijd eigenlijk een podcast in. Gewoon lekker even luisteren, even weg zijn van het koken. De was opvouwen, ik zei het al. Maar ook bijvoorbeeld de sporten. Heel veel mensen tegenwoordig hardlopen met een podcast. Ik zou het niet kunnen, want ik heb echt wel muziek nodig. Maar er zijn mensen die kunnen heerlijk hardlopen op een of andere diepte-interview. En ook mensen die letterlijk zeggen om gewoon te ontspannen. Maak ik tijdens lunchpauze vaak gewoon een wandeling. Het liefst ook in mijn eentje, zijn mensen die dat doen. Zeg, dan pak ik altijd even podcast van een half uur. Gewoon even een half uurtje rondwandelen, dan kan ik de hele middag weer tegenaan. Het is heel persoonlijk. Wat ik al zeg, ik kan niet sporten op een podcast, andere mensen kunnen het wel. Het is heel persoonlijk hoe mensen luisteren. En als je ook kijkt wanneer ze doen, nou, ik heb deze dingen eigenlijk allemaal al genoemd. Tijdens het wandelen met de hond, als je een hond hebt, tot in bed. Ik ken een meisje die zegt, ik luister samen met mijn vriend altijd een podcast voor het slapen gaan. Nu doe ik vaak andere dingen, namelijk gewoon slapen. Maar zijn mensen die een podcast luisteren.
Geld verdienen, daar komt straks nog veel meer over geld verdienen. Maar dat is een lastig ding voor makers. Kijk, als je voor de NPO een podcast als De Brand in het Landhuis maakt, dan is het geld al geregeld. Ben je een uitgever, dan moet je investeren en hoop je terug te verdienen. Maar heel veel podcasts worden gemaakt door zelfstandige makers, waarvan ik er zelf ook een ben. En dan moet je maar zien of je ooit geld verdient. Heel veel podcasts starten als hobby en dat is niet gek, want het is niet iets waar je meteen heel veel geld mee verdient. Net zoals in het verleden bloggen of mensen die beginnen op Instagram en groot worden en nou geld gaan verdienen, is dat met podcast zeker niet anders. Belangrijkste verdienmodel is er nog steeds gewoon advertenties in podcast verkopen. Dag en nacht media doet dat door podcasts bij zich aan te sluiten in een netwerk en daarop advertenties te verkopen. En daar gaat mijn opvolger zo meteen nog heel veel meer over vertellen, dus ga ik vooral niet veel over vertellen. Maar wat ook heel goed werkt is donaties. Luisteraars vragen, hey, wij maken dit, kost geld en tijd en moeite, wil je doneren? Met Trust Nobody, die podcast die ik maak, zijn we in het tweede seizoen gestart met Patreon. Dat is een platform waar mensen kunnen doneren. We hebben gezegd, laten we dit proberen, misschien komt er een paar tientjes binnen. Je ziet daar, en dit is al het hoogtepunt is geweest omdat het seizoen is afgelopen, maar je ziet daar dat we op dit moment 366 betalende mensen hebben die totaal $2,081 per maand opbrengen. Dat is bijna een maandsalaris. We zijn alleen met z'n drieën en we maken allerlei kosten. Dus dat maandsalaris is er niet. Het is wel echt een fantastische manier om dit werk te kunnen doen. En voor ons als podcastmakers om daadwerkelijk te kunnen zeggen voor het derde seizoen, we gaan allemaal een dag minder werken. Want we stoppen er al 20 uur per week in en we hadden bijna een soort burn-out na het afgelopen seizoen. En nu iets minder te gaan werken en echt die 20 uur die we nodig hebben om die podcast te maken, vrij te kunnen maken om die podcast te maken en wel iets aan te verdienen. Rijk word je er niet van, in Amerika al wel, maar in Nederland zeker niet. Een derde optie, en vaak worden die opties ook gecombineerd, er zijn advertenties en donaties bijvoorbeeld. Maar ook een heel interessante optie is een theatertour. In Amerika is het vrij gebruikelijk dat grote shows, zeker die gesprekspodcast waar drie vrienden aan het kletsen zijn over onderwerp, om theatertours te doen. Pod Save America, No Such Thing As A Fish voor mensen die het luisteren. Die doen dat al, die gaan gewoon theaters in, hebben een show vaak ook. In het begin begint dat met, we doen een opname in het theater met publiek. En dan verkoop je voor een paar euro of een paar dollar een kaartje. Op een gegeven moment wordt het echt een show. In Nederland gaat Man 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 de podcast, onder andere van Domien Verschuren van Q Music, gaat een daadwerkelijk theatershow doen. Die gaan gewoon 10 uitverkochte theaters. Hebben ze echt in 1 avond uitverkocht, echt bizar. Gaan ze gewoon echt een show doen. Ontwikkelingen voor de toekomst. Podcastmarkt is op het grote plaatje volop in beweging. Spotify heeft het licht gezien dat naast muziek, podcast een manier zijn om het platform groter te maken, mensen te vaak te laten gebruiken, maar ook te onderscheiden van de concurrentie. Dus ze zijn vol in gaan zetten op Spotify. Ze hebben een van de grootste podcastmakers van Amerika gekocht, Gimlet Media. Maakte shows als Startup en Reply All, nog veel meer. Anchor, een platform om podcasts te hosten en ook heel makkelijk te maken, hebben ze gekocht. En inmiddels nog een paar deals hebben ja, echt honderden miljoenen geïnvesteerd om naast muziekbedrijf podcastbedrijf te zijn. Voor Spotify wel interessant, want ze zijn nu afhankelijk van platenmaatschappijen die allerlei rechten hebben. En bij podcast, deels natuurlijk op content van anderen, maar juist door zelf podcasts te produceren of de producent te kopen, hebben ze alle controle over die podcast en zijn ze niet meer afhankelijk van het inkopen van rechten. Dus dat maakt ook hun toekomst wat zekerder. Google, die is bezig om podcasts in Google echt met een playbutton gewoon als zoekresultaten te tonen, is test aan het draaien om podcasts volledig te beluisteren, te transcriben en inhoudelijk doorzoekbaar te maken. Dus je krijgt binnenkort zoiets als SEO voor podcast. Bereid je voor. Apple is zelf aan het doen trouwens, zijn ook podcasts aan het doorluisteren. En ook als je kijkt naar AI gebeurt er van alles. Dus onder andere nu, er zijn al apps die transcriben een podcast en dan kun je monteren op basis van de tekst. Dus kun je zeggen, deze zin moet eruit en dan haalt hij de audio weg. Er is nu ook een app vorige week aangekondigd in het Engels, The Script. Daar kun je zeggen, oké, hier zegt iemand iets verkeerd, ik typ even een andere zin en dan hoor je dat. Dat soort technologie is altijd een beetje twijfelachtig of we die moeten willen, maar het kan. Oké. Een korte samenvatting, want ik ben door mijn 20 minuten heen. Voor degenen die mee willen schrijven, eigenlijk 4 dingen die ik jullie mee wil geven aan het begin van deze avond. Podcasts zijn geen niche medium meer. 1 op de 5 of de 6 mensen luisteren naar podcast.
Ja, dan hebben we het niet meer over niche. En dat is wel een beetje het punt. Dat wordt nog vaak gezien als niche medium. En weet je, heel veel interesse van bedrijven om met marketing er iets mee te doen. Maar het moet voor twee tientjes, want het is podcasting, het is klein. 1 op de 5 Nederlanders, of het nou 3 of 4 miljoen of 5 miljoen is, dat maakt even niet uit. Maar het zit gewoon een heel groot publiek. Podcast draaien om loyaliteit en intimiteit. Wat ik al zei, mensen luisteren op hun oren alleen. Maar ook niet onbelangrijk, mensen... Zo! Wie heeft die ingesteld? De tijd is op. Ik maak hem heel even zelf. Podcast draaien om leuktijd en intimiteit. Wat je ook ziet is dat mensen die podcast abonneren elke aflevering luisteren. En uitluistertijden van 80 tot 90 tot zelfs 100% zijn heel normaal voor podcast. Online video is niks wat zo goed wordt bekeken, procentueel gezien van een video, dan podcast worden beluisterd. Het is zo'n krachtig medium, zo'n intiem medium, dat wordt echt vaak onderschat. Er is zo'n quote, 1 podcastluisteraar is 1000 radioluisteraars waard. En dat schijnt gewoon ook commercieel, als je het gaat berekenen, ongeveer letterlijk zo te zijn. Podcasts concurreren minder met andere media om mensen hun tijd, omdat je niet met een scherm bezig bent. Waar je continu op Facebook, in Instagram of online bezig bent te concurreren om de tijd die mensen op de wc of in de bushalte met hun telefoon doorbrengen. Of in bed of tijdens een meeting of waar dan ook. Bij podcasting is juist tijd die mensen gebruiken om met de hond te wandelen of te koken, die ze extra gaan gebruiken om media te consumeren. En de podcastbusiness zal door de platformbedrijven ingrijpend veranderen. Spotify, Google, die gaan ze erin mengen. Google is op dit moment ook bijvoorbeeld al aan het onderzoeken of ze een ad network met automated bidding, volgens mij voor jullie allemaal een normale term, te gaan introduceren op het gebied van podcasting. Dat zal de industrie, als dat gebeurt, ingrijpend veranderen. En misschien niet veel tweet te maken, leert het internet ons tot nu toe. Voor nu zijn het de gouden dagen voor podcasting. Tot zover. Dankjewel. Ik ga nog even een stukje promo doen, heel snel. Als je vragen hebt, ik heb nog ouderwets Twitter en mijn mail is met FM van radio erin, elger@elger.fm. Ik heb een nieuwsbrief over mediaontwikkelingen, onder andere podcasting. Nieuwsbrief.elger.fm kun je abonneren. En ik heb een nieuwsbrief waarin ik elke week een tip deel van lezers van de nieuwsbrief, een soort crowdsources nieuwsbrief. De podcastlijst, podcastlijst.nl. En dan krijg je dus een podcasttip elke week. Dat is heel leuk om nieuwe podcasts te leren kennen. Zo, dat was even de reclame. Nou, top. Dankjewel. Ik wil wel ook één keer zelf gooien. Wow, check it out. Ik weet niet of het verstandig is om met dit ding te gooien. Hoe kan dit nou dat het ding er zo los in zit, jongens? Je gaat niet mee gooien. Heeft er iemand een vraag? Heeft er iemand een vraag? Ja. En dan durf je niet meer te gooien, hè? Ja, hallo. Hoi. Hi, ik ben Rachel. Ik heb even een vraag. Je zei net over Spotify. Podcast, dat is voor hen misschien wel het nieuwe gouden ei. Want ze zitten niet met de rechten van platenmaatschappijen. Maar ik neem aan dat podcastmakers ook wel hechten aan hun rechten. Zeker, maar daarom hebben ze een van de grootste studio's en nog een aantal kleine studio's gewoon gekocht. Die zijn nu van Spotify. Waardoor ze ook, nu zijn al die podcasts nog vrij beluisterbaar op elke app. Maar ze kunnen nieuwe shows die ze produceren exclusief voor Spotify doen. Of bijvoorbeeld wat ze noemen windowing doen. Dat je de eerste maand kun je alleen via Spotify beluisteren als je premium bent. En dan is die overal beschikbaar. Dus dat is voor hun de truc. Dat ze wel over die shows die ze zelf produceren volledige controle hebben. En als maker, dat is natuurlijk altijd een beetje ding. Net zoals dat je afhankelijk bent van Facebook of niet. Daar kun je over discussiëren. Maar in de basis afhankelijk bent. Ben je als maker ook wel afhankelijk van Spotify. Omdat ik zie gewoon in statistieken dat... Ja, 1 op de 4, 1 op de 3 luisteraars via Spotify luistert. Ben je daar niet, dan mis je potentieel gewoon luisteraars. Dus je moet ook wel je podcast daar uploaden. Ja, maar daar hebben ze geen rechten over. En dag en nacht, zetten die daar ook podcasts op? Wat dag en nacht doet is, deels produceren ze echt eigen shows die initiëren. En zij sluiten gewoon onafhankelijke makers aan waarvoor ze enkel dingen regelen. Dus advertentieverkoop regelen, promotie regelen, eventueel studioruimte regelen, et cetera. Maar die makers blijven controle houden over hun eigen podcast. Alle podcasts die bij dag en nacht zitten kun je ook beluisteren op Spotify. Maar dat is geen deal of zo dat Spotify daar verder iets over te zeggen heeft. Die zijn gewoon aangemeld bij Spotify. Net zoals bij andere apps. Oké, maar check de kleine lettertjes. Want ze worden eigenaar van je spullen. Dat is niet helemaal waar. Ze mogen
Net zoals dat als je iets op Instagram zet, mogen ze er dingen mee doen. Omdat je moet een licentie afgeven, omdat anders mogen zij het niet op hun eigen server zetten. Dus gewoon juridisch zo moet je een licentie geven, dat zij mogen doen met die content wat ze willen, omdat zij het zelf op hun eigen servers zetten bij Spotify. Dat is eigenlijk het enige. Iemand anders nog een vraag? Ik was benieuwd, zeg maar, naar als je op Spotify naar podcast kijkt, dan staat er nooit bij hoeveel mensen er echt naar luisteren. Nee. Is er een manier om daar een beetje achter te komen of een beetje idee te krijgen wat een goede podcast bijvoorbeeld in Nederland zou kunnen bereiken? Nee, misschien dat jij daar iets over kan zeggen. Mijn persoonlijke ding is, ik zeg altijd vanaf 10.000 luisteraars wordt het interessant. Commercieel gezien. Dan merk je ook dat partijen zeggen, hey, misschien wel advertenties in je podcast. Aan de andere kant, wat bijvoorbeeld Anchor doet in Engelstalige podcast, is gewoon in allemaal kleine niche podcasts van 100 luisteraars allemaal advertenties stoppen. Gewoon zeg tegen een adverteerder, Unilever, wij zorgen voor 100.000 luisteraars of 1 miljoen luisteraars. Allemaal kleine podcasts, dan ben je er ook, alleen gaat het om hele kleine bedragen. Het is ook maar net, weet je, vind ik altijd met luistercijfers. Ja, wat maak je? Maak je een podcast over sportvissen in de Dommel in Eindhoven? Dan zullen dat een stuk minder luisteraars zijn dan als je een podcast maakt over PSV in Eindhoven. Of een podcast maakt over voetbal in het algemeen. Even een simpel voorbeeld. Ja. Okay. Even kijken hiervoor nog. Hi. Hoi. Hoi. Ja, ik denk, doe ik het terug. ik vroeg me af, ik ben zelf van plan om een podcast te beginnen. Het staat leuk. Allemaal in de startblokken, zeg maar. Wat is je belangrijkste tip als het gaat om een business podcast, zeg maar? Dus ook een vrij specifieke niche. Maar wat zou jij zeggen, wat is nou echt belangrijk als je met een podcast start op dat gebied? Allerbelangrijkste, omdat het veel wordt onderschat, is zorg dat je geluidskwaliteit goed is. Mm-hmm. Ik heb onder andere in de jury gezeten voor de Podcast Awards van BNR. En in sommige categorieën was gewoon de helft crap geluidskwaliteit met volumeverschillen tussen verschillende sprekers. Ja, dan verdien je een award al niet, vind ik. En het luistert echt heel kut, zeker als mensen in een auto luisteren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan ben je altijd aan het draaien. Dus dat is 1, zorg dat het geluid goed klinkt. 2, wordt echt onderschat, ga echt nadenken over hoe ga je zorgen dat mensen die podcast beluisteren. Want een podcast promoten op social doet bijvoorbeeld niet zoveel. Wat je veel beter kan doen, is zoek een samenwerking met een medium in hetzelfde niche die, als je bijvoorbeeld een interviewpodcast doet, een artikel maken op basis van de podcast. Ik ken iemand die doet de CMO-podcast, of CMO Talk heet dat, interviewt marketing managers. Die heeft een deal met, volgens mij, e-mails, dat die dan een artikel schrijft. Super slim, want dan genereer je aandacht voor je podcast op basis van de inhoud. En social is daar gewoon niet heel geschikt voor. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Denk echt na over hoe je het gaat promoten. En dat is het allermoeilijkste. Wat heel goed werkt, ook uiteindelijk, is cross-promotie. Maar dan moet je gewoon inkopen, is ja, echt advertenties inkopen in andere podcasts met dezelfde doelgroep. Want daar zitten precies mensen die letterlijk naar dat soort podcast luisteren. Dat is een mooi bruggetje. Dankjewel. Goeie tips. Elger is straks ook bij de borrel. Ja. Dus al jullie vragen mogen jullie natuurlijk nog op hem afvuren. Dankjewel.